Deze nieuwsuitzending is de derde over het interview wat gedaan is in 1996 met vader Malachi Martin. Hij is een jezuïet en praat de meest ongelofelijke bullcrap die je je maar kan voorstellen. Maar die man moest dat toen wel. Hij heeft geen dag van zijn leven een kind naar school gebracht of een kind naar het zwemles gebracht. Naar zwemles gebracht. Helemaal nooit. En loopt ons een beetje te vertellen, lalalalalala, want hij wil ook graag gratis eten. Ik niet, maar hij wel. En die man die je hier in beeld ziet, die is dood. Maar die heeft opvolgers. Pak die opvolgers. Je kan niet van mij verwachten dat ik deze nieuwsuitzendingen hou en dan ook nog een Kalashnikov organiseren om die hele organisatie toef, 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 toef. Dat kan ik niet, wil ik ook niet. Maar er moet wel iets gebeuren. Dat is maar wat ik wil zeggen. We hebben de bullcrap van die man. De eerste uitzending was dat er met 9 minuten. De tweede uitzending was er met nu. Dat is 16 minuten, dat is 7. Eentje van 9 minuten, eentje van 7 minuten. Kijken hoe ver we nu komen. Windswept house again. Kind of doubles back a little bit and fleshes some of the stuff out that you find in the keys of this blood. So it's going to be a real interesting discussion, so stay tuned. Malachi, we've got a call. We've got a caller calling in from our affiliate in Salt Lake City, KCNR, and I guess is it Dave? Dave? Hello. Hello, Dave. You're on the air. You got a question for my guest? I can't hear Dave. I can't hear him either. I can barely hear you. Okay, go ahead and ask your question. Okay. I'll just go ahead and let it fly. I can't hear anything, but I understand the UN wants to go after our vehicles. Wacht even. Hij zei, die caller, hè? Ik kan niks horen. De presentator zei, stel je vraag. En hij gaat zijn vraag stellen. Maar als je niks kan horen, waarom weet je dan dat je kan beginnen met je vraag te stellen? Misschien dat het een borderline geval is, dat ik een beetje spijkers op laag water loop te zoeken. Maar ik vermoed dat als je zo'n leugenaar, zoals vader laat me niet lachen Martin, aan het woord laat, dat je nog een beetje backup hebt voor nog meer bullcrap. Next, New World Order, they're very upset with the mass amount of gasoline and oil and whatnot that the Americans use. And two, are they worried about the mass population that has arms? I myself possess a Tommy gun. They worried about retaliation. And Michael, phenomenal show. Thank you. Thank you very much. Malachi, did you hear my? Did you hear his question? I heard some of it. Yes, I didn't quite understand the drift of the question. Well, he heard that the UN wants to take cars away from people because they're disturbed over the amounts of oil and energy that is utilized in this. And he's also heard that there's an interest to take away the guns. And he got Oké, ik wil het even over hebben. Olie. Wat geloven jullie in de zin op het terrein van de herkomst van olie? Ik weet dat er een theorie of een hypothese is en die zegt dat de aarde vanuit zichzelf olie produceert. Vanuit de kern van de aarde krijg je alsmaar olie. En die moet je niet gebruiken. Want als je die gaat gebruiken, krijg je nog meer olie. En daarna krijg je nog meer olie. En dan krijg je allemaal CO2 of zo. Dus wij mogen niks verbranden. Vroeger hadden we auto's en die reden op hout. Het is best makkelijk. Dat werkt met koolmonoxide. Dat kan je voor elkaar krijgen.
Is dat ook een probleem? Denk maar even over na. Vanuit de optiek dat die aardolie dus vanuit de aarde, vanuit de kern van de aarde, komt er alsmaar olie, 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 olie. Ja, misschien dan. Wat ik op school heb geleerd is dat de olie afkomstig is van fossielen. Het was ooit organisch materiaal. Het was ooit levend materiaal. En die koolstof is toen onder druk geraakt, onder stenen beland. En nu komt hij dus weer omhoog. Dan gaat het om koolstof wat er toen was. En nu niet meer, want het zit onder de grond. En wij mogen die olie niet gebruiken. Waarom niet? Eigenlijk? Vader, laat me niet lachen, Martin. Heb je daar een onderbouwing voor? Staat dat in jouw Bijbel? Dan wil ik die Bijbel graag even lezen. Waar staat dat dan? Gij zult geen boom verbranden, noch gras. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Deze man die werkt gewoon voor die katholieken. En die willen dat we allemaal stoppen met de olie te kunnen kopen. Als we allemaal autootjes inleveren, ja, dan kunnen we niet meer van heen en weer naar Tante Maria. Niet de moeder Maria, maar gewoon Tante Maria, want die mensen heb je ook. Die heten zo. Vrouwen dan. Dat wil de katholieke kerk. Stoppen met autorijden. En hij zegt dan dat het de nieuwe wereldorde betreft, maar dat is zijn eigen organisatie. Snap je de grote truc die hierachter zit? En wat ze ons aandoen? Ze verneuken ons waar we bij staan. En het tweede is dan wapenverbod. In Amerika, waar de protestanten, daar waren de mensen met verstand. Die waren intelligent. En die snapte dat het hier in Europa te heet onder de voeten werd. En ze zijn naar Amerika gegaan en iedereen lekker guns. Maar als de katholieken eraan komen, dat je knal, knal, knal terug kan doen. De tijd dat de christenen zichzelf helemaal gratis en voor niets, Christus Jezus dus. Christus Jezus heeft zichzelf aan het kruis laten nagelen. Maar dat was een politieke missie. Daar zat een bedoeling achter. Dat betekent niet dat wij christenen ons maar de hele dag aan het kruis moeten laten nagelen. Zo dachten die protestanten. Wij hebben gewoon guns. En als de katholieke kerk er weer aankomt, dan schieten we terug. Ja, zo was dat toen. En ze hebben nog steeds guns in Amerika. De vraag is of ze genoeg guns hebben. I guess this all plugs into the New World Order. Yes, I'm sure it does. I think we're very far from ridding Americans of that car. I'd like to see anybody go down to Texas and try and take away their cars from the Texans. They'd be met by a hail of bullets. Yeah. It's impossible. That is not a thing. About arms, no. It's a long discussion and it's a long road to that, I think. We're not in any danger of that. Okay. We really are not. Now, is the United Nations going to play a big part in the New World Order? Well, yes, but the United Nations will have to undergo modifications. We'll have to get... Wacht eens eventjes. Hij vroeg, speelt de Verenigde Naties een grote rol bij die nieuwe wereldorde? En het antwoord van vader Malachi Martin is ja. Arresting powers, policing powers, it'll have to get military powers, it'll have to be delegated. Oh, wacht eventjes. De Verenigde Naties moet militaire macht krijgen.
Oh, wat jammer dat deze man dood is. But it will have to, if it's going to fulfill really what it needs. But you see, Michael, a lot of people make the mistake of thinking that the United, that the New World Order is a government, as, for instance, the government of Washington, the government of Paris, the government of Rome. You know what I mean? It's not a government in that sense. It will utilize the services of all governments, of all national governments, but it will be the super regulator of all human activity because it will regulate the flow of capital and the flow of capital goods. And that's the, and of course, that, as we all know, that's the key. That is the key. See, every day, for instance, in the major capitals, in the major stock markets, Tokyo, Singapore, New York, London, Paris, Rome, etc., there are millions and millions of investors. Millions, like I sound like Carl Sagan, millions and millions. Billions and billions of tiny stars. There are only a certain amount of people who play with something between 40 and 60 billion. As the present Pope has never stopped saying, if I have 10 men who are 10 foot tall, standing in a room with 40 men who are 4 foot tall, tell me who the 10 foot men are going to talk to. Right. In other words, they're going to play themselves because they have the wealth in their hands. There's no conspiracy here. There's no plot. It's a question of great wealth centered in the hands of a few who wisely govern and keep going the entire financial system of the world, which now has been globalized. Hij heeft het over geld. Hij heeft zoiets, met geld moet je sturen. Ik vind dat niet. Je stuurt zelf. Christus Jezus had geen geld. En die NWO, die gewoon de OWO is, de oude wereldorde, de katholieke kerk, die sterft van het geld. Even het bewijs erbij halen. Of de, ja, kijk, deze niet. Ik heb hem niet meer. Nou, dit is de... Ik pak hem er gewoon even bij. Avril Manhattan. Avril Manhattan was een Knight of Malta. Hier. 2000 jaar van het verzamelen van geld. Van Caesar tot en met de Space Age. Het ruimtetijdperk. Het Vaticaan heeft al die poen. Dit is geen geintje hoor. Dit is echt zo. Ieder land heeft tegenwoordig een staatsschuld. Aan wie? Ja, dat is bij die ene bank, die zusbank. Ja, maar die banken die vormen een hiërarchie. En die bankiers die mogen meesnoepen voor 1%. En 5% gaat naar de paus. Nou, dit is wel 1, bij elkaar 6%, nee, wel meer. Tegenwoordig hier in Nederland betalen we 80% belasting over iedere economische activiteit. En dan gaan ze maar lopen zeggen, nou ik vind het wel gek hoor, er is heel veel werkloosheid. Ja, ben je een idioot? En stel je hebt een biljartclub. Een biljart, nee, je hebt een ruimte en dan mag je biljarten. En dan vraag je gewoon een tientje per geschoten bal. Nou, je mag wel biljarten hier, maar als jij één keer tik doet met je stok tegen het balletje, krijg ik een tientje. En dan klagen dat de mensen niet meer komen biljarten. Denk er nog eens over na. Zij hebben alle poen. En wij hebben helemaal niks meer. Zo is het gewoon. Ja. If there's trouble in the New York stock market, they feel it in Tokyo and vice versa, and in Singapore.
and in, throughout the world. This sounds very much like Orwell, George Orwell, 1984. Well, Orwell wasn't wrong in everything, you know. Die man heet helemaal niet George Orwell. Die heet William Blair. Het klinkt als George Orwell. Ja, dat is de katholieke kerk. Die herschrijven de geschiedenis. Zal ik die andere dan nog even bijpakken? Wat niemand weet. Ja. Bijvoorbeeld deze. Ook van Avro Manhattan. Waarom is die oorlog in Vietnam gedaan? Dat was de katholieke kerk. Wordt dit onderwezen op onze scholen? Nee, natuurlijk niet. Die katholieken kijken wel linkeruit. Want straks komen we achter ze aan. En dan pakken we ze één voor één. Inclusief Sonja Barend. Die presentatrice. Die zat te grinniken toen een kind kwam vertellen dat hij in zijn reet was geneukt door een katholiek. En die Sonja Barend die zei nog tegen, en dat is een vriend van mij, die heb ik gesproken. Niet echt gezien, maar wel gesproken over Skype en via de telefoon. En ze zei dus tegen mijn vriend, ja, maar je vond het zelf toch ook een beetje lekker? Als ik geweten had wat ik nu weet, toen ik 18 was. Maar nu weten jullie het. Of je laat deze uitzending luisteren naar iemand die 18 is. Of iets jonger. Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel. Wat die man waar we nou naar luisteren echt geen last van heeft. Of course not. Very accurate in a lot of things. But there's nothing sinister about this. Simply is the amassing of power due to global communications and due to the rise of great wealth in individuals. Now that, of course, they have no relationship with. Oh. The great wealth amongst individuals. Hoor je het materialisme? Want het gaat niet om de weelde van een individu. Het gaat om de weelde van een natie. Een gemeenschap. Dus als iedereen gewoon zijn werk doet. En alle psychopaten, katholieken. Want dat denk ik hetzelfde hoor. Een psychopaat, je bent gewoon geestesziek als je katholiek bent. En je dondert die katholieken eruit. Dan kan iedereen gewoon werken. En loonbelasting, wat schaffen we af? Ik vind ook dat je accijns over tabak moet je afschaffen. En het accijns over alcohol ook. Je betaalt belasting voor het gebruik van de goederen. En tante Gerda, die op de laatste dagen zit, en die heeft nog een autootje om mantelzorg te gaan doen met tante Henny. Die betaalt geen wegenbelasting. Wat dacht je daarvan? En dat transportbedrijf wat de goederen van Groningen naar Overijssel brengt met een zware vrachtwagen, ja, dat betaal je wel. Maar dat kunnen wij zelf ook heel goed verzinnen, hoor. Hebben wij die kleuterneukers niet voor nodig. Ever to religion and such. And that's where the difficulty comes. Okay, let's take another call. We've got Emmett calling in on our affiliate KHOW2 in Boulder. Emmett, do you hear me? Yes, I'm here. Okay, what's your question for my guest, Malachi Martin? Hey, Emmett. Hello, Malachi. Hi there, Emmett. Pleased to meet you on the radio. What's on your mind? Well, plenty, actually, after listening in on this conversation. Yes. Calling from Boulder, Colorado. I'm a graduate of Xavier University in Cincinnati, Ohio. Uh-huh. You might be familiar with that. Yes, I am familiar with the name. Curious to find out the role of the State of Israel in current future events according to any biblical predictions and just current events. Well, the Bible actually doesn't talk about the State of Israel at all. It talks about the Israelites, the Jewish people, as the chosen people. And even St. Paul confirms that too.
It doesn't speak about the state of Israel as we know it. In the present geopolitical configuration of the world, Israel is the ally of the United States and is a linchpin in... Sorry? Israel is an ally of the United States? Oh. Dat is helemaal niet zo. Israël heeft meegewerkt aan de aanslagen van 11 september. Bibi Netanyahu zei nog, dat is een goed bericht toen hij hoorde van die aanslagen. Is dat een ally? Even als voorbeeld, hè? Dus ik ben in elkaar geslagen in de kroeg. Dat is nog niet echt gebeurd, maar het zou heel goed... Ja, het is wel eens gebeurd, maar niet echt. Maar stel, ik ben doodgemapt. En dan zegt iemand, dat is een goed bericht, dat Perry is doodgemapt. Is dat mijn vriend? Ja, ik ben doodgemapt, dus ik kan geen oordeel meer vellen, maar jij wel. Nadat ik nog leef, nadat ik weg was gegaan. Israël heeft ook een schip van Amerika naar de bodem gebracht van de Middellandse Zee. De USS Liberty. Is dat een ally? Amerika betaalt $10 miljoen per maand aan Israël. Is dat een ally? Ik zeg tegen jou, ik heb een hele goede vriend en iedere maand betaal ik hem 100. Is dat mijn vriend? Denk er even over na. Deze man liegt en zijn volgelingen, zijn opvolgers, die liegen ook allemaal. Jaag ze weg. De Vaticaanstad is zoveel hectare, mogen ze gewoon hebben. Maakt mij helemaal geen donder uit. Gaan de Italianen klagen, maar... We hebben al vaker die Jezuïeten ergens uitgedonderd en ze kwamen altijd weer terug. Jammer, maar helaas. Wat van onzin heeft u nog meer te vertellen? The foreign policy of the United States, which at the present moment is centered on the Middle East because of oil. And we have... We Americans have invested a huge, all our military logistics in making sure we have a presence in the Middle East that cannot be shaken. I want to talk about that too a little bit more because... That's something else. But that's the present function of the State of Israel. It is not in any sense biblical, except insofar as the Jewish people are involved in it. Okay, we're going to take another call. Heel hard nadenken nu, hè? Hij zei dus, het gaat alleen maar om de olie. En Amerika, die wil de olie. Dus hebben ze Israël gesticht. Dat is totaal niet waar. Israël was gewoon een gebied, voormalig Palestina. Daar woonden geitenhoeders, olijfboomkwekers, houders... van alles en nog wat. En die zijn ze binnengevallen. Met toestemming van de Britten. En de Britten waren in die tijd ook al van de paus. Ze maken heel Israël kapot. Als jij een leuke vakantie wil, dan moet je naar Israël gaan. Voor de rest van je leven. Israël is Auschwitz versie 14.3. Zoiets als Nederland, maar dan verbeterd. Als je me niet gelooft, luister dan naar deze man. 1 seconde. All our military logistics in making sure and he had we have a presence in the Middle East.
Hier staat hij. Barry Gamish. Hij heeft heel veel radio-uitzendingen gemaakt. Ik ga ook even hier naartoe. Kijk, waar staat hij? Dat was first. Yep. Daar staat hij ook. Barry Gamish. Ze noemen hem Barry Chamish. Hij weet veel te vertellen over het leven in Israël. En hier moet je dan voor betalen of zo. Who in their associated capacity have established or submitted. Dit is die man. Hij is een Joodse man. Hij weet hoe het ging in Israël. En deze fans, die zitten lekker een beetje geintjes over te maken. Van ja, Israël, lalalala. Maar het is geen geintje. Possibly demonically possessed, they might demonstrate the ability to move furniture or... Oh, much more effective than that, to be successful in Wall Street. To succeed in business. Uh-huh. Lucifer and Satan, the demons, help people to succeed in their... Dat is ook een leuke. Lucifer en Satan. Ik heb het liever over de levenswandel van Christus Jezus. Je blijft met je tengels van andere mensen af, ook al zijn het vrouwen of kinderen. En deze man liegt maar door. Away, provided they do their will, provided they do their manifest will, they give them power. Okay. Over people. Alright, let's take a call. We've got. Dan zegt hij dus dat als je Lucifer of Satan, dan maakt hij ook nog een leuk onderscheid tussen. En ja, noem mij een Bijbeltekst, want dit soort mensen, dat zijn leugenaars. Die en deze leugenaar kunnen wij niet meer ter verantwoording roepen, omdat zijn knoken ergens tussen de wormen liggen. Die er nog van genieten. Maar dat soort dingen, maar je moet komen als je dan zegt dat er een Lucifer is en een duivel. Waarom dan? Waar staat dat in de Bijbel? Of lees jij voor, heb jij gelezen een ander boek wat ik niet mag weten, want dat is een geheim. Dus ik ben een kleuter in zijn ogen? Niet bestand tegen de waarheid? Nee, deze man werkt mee aan een organisatie van waar hij weet dat hun organisatie, zijn organisatie, in 1943 700.000 Kroatiërs heeft om laten leggen. En dan niet heelal geslacht, nee ben jij gek. Eerst die vrouwen verkracht, dan heb je nog een beetje lol van je moordpartij. En toen ze probeerden, want ze hebben de bezittingen van die Kroatiërs allemaal ingepikt. Er is nog een beweging gekomen om te zeggen, we want our money's back. Om het maar even op zijn, weet die man, Lee Scratch Perry heet die man. Die heeft toevallig dezelfde achternaam als mijn voornaam. Lee Scratch Perry. We want our money's back. Denk je dat het Vaticaan geld teruggeeft? Nee, natuurlijk niet. Ze houden je zo arm mogelijk en zo dadelijk belandt jouw kind omdat je vrouw vreemd is gegaan vanwege die fijne libelle artikelen waarin staat dat vrouwen beter leven en een mooier leven hebben wanneer ze vreemd gaan. En dan is je kind alleen en dan komt in een kinderterhuis. Dat wil het Vaticaan. Dat wil de antichrist. Het is echt zo. Ik kan er niks aan veranderen. Blaine calling in from our affiliate in Salt Lake City, KCNR. Good evening, Blaine. Blaine, are you there? Blaine? Hello, Blaine. Hello? Yeah, Blaine. Can you hear me, Blaine? I can't hear you, Michael, but I'll assume I'm on the air. You are on the air, so go ahead. What's your question for my guest? I can hear you, Blaine. I had a question about last week about his theories of cultural causation. On the one hand, he correctly pointed out how the New World Order uses techno-economics to dominate the nature of our culture. Yes. And then on the other hand, you take sort of a neo-Marxist twist and you're
pointing out how Catholic ideology can have an effect on our culture. My comment on this week's episode, I was wondering what you thought about the relationship to the ancient shamanistic exorcism of spirits as it compares to the modern. Well, the from what we know about shamanism and the activities of shamans that now exist, because we can only treat with shamans that exist and not with what people say about them, but the shamans that do exist mainly are relying on natural means to befuddle their adherents. But there are amongst the shamans genuine people dedicated to Satanist ritual. In that case, we have possession. Okay, and I was wondering if you'd comment on the cultural causation, materialism versus idealism. Well, the... Ingewikkelde vragen. De vraag ging over shamanisme. Een shamanisme, of een shamaan, dat is een gewonde heler. Op zijn Engels, a wounded healer. Een shamaan, dat is iemand die heeft zelf wat meegemaakt. En daarmee geneest hij andere mensen. En hij zegt dan, er zijn shamanen en die zijn bezeten van demonen. Waar staat dat in de Bijbel? Even over nadenken. Helemaal nergens. Dit heeft hij gewoon zelf besloten. En dan gaat het over duiveluitdrijving. There's no doubt about that. Where materialism reigns and where idealism or the life of the spirit is crushed. Er zijn tekenen dat het materialisme regeert. Ja, ik ook. Vaticaanstad bijvoorbeeld. Die dure jurken van die paus. En die rare hoedjes. En al die kardinalen in het paars en in het rood. En dan koorknaapjes erbij in het wit. En dan die koorknaapjes billen bloot. Dat heet materialisme. Dat is een eigen fucking organisatie. En dat is typisch een eigenschap van een geestesziek mens. Want hij brandt waarschijnlijk in zijn geloof dan, hè? Brandt hij in de hel. Want hij weet dat hij gelogen heeft. Hij weet dat hij zijn positie heeft misbruikt om mensen bullcrap te laten horen. Vanuit zijn mond. En Christus Jezus heeft gezegd, het maakt niet uit wat je in je mond stopt. Het gaat erom wat er uit je mond komt. Hij heeft een heel gevaarlijk leven gespeeld. En zoals Nietzsche zei, Friedrich Nietzsche, dat is wat je moet doen. Maar hij bedoelde niet dit. Want dit is ingaan tegen de gouden wet. De ongeschreven wet. Liegen met 500 miljoen burgerdoden op je geweten. You go F yourself, your own a-hole. There's no doubt about the Satanism and Satanist rituals flourish. It's a known fact. Simply as night follows day, or as night follows... Sorry? Hij zegt, satanistische rituelen is een noodzakelijke aanwezigheid, net zoals de nacht volgt op de dag. Wat vind ik het jammer dat deze man dood is. En dan iedereen die gaat natuurlijk, als ik die ter verantwoording roep, elke katholiek die gaat zeggen, ja, dat heb ik nooit gezegd hoor. Nee, want die katholieken durven zich niet uit te spreken. Dat zouden ze eens moeten doen. Met hun Maria-verering en waar het op gebaseerd is. En de katholieken moeten allemaal zeggen, oh ja, het was eigenlijk zo,
We dachten dat de vroege christendom, dat was zo verenigend tussen mensen. En iedereen ging lekker aan de slag. Kijk naar Noord-Amerika. Iedereen lekker werken. En die vrouwen liepen allemaal in lange rokken. En allemaal kinderen erbij. En die mannen allemaal timmeren. Bang, 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 bang. Nou, en toen hebben we dat overgenomen. Maar we doen zelf niet aan de Bijbel. Want die kennen we niet. We weten wel dat er dat ze die vroeg-christelijke geschriften hadden. En we waren gewoon jaloers, want wij willen niet werken. We zijn net als vader, laat me niet lachen, Martin. We doen liever gewoon een stropdasje om en een beetje leuk lopen doen en een beetje onzin lopen vertellen over satanisme. Maar hij is een satanist. Een materialist. Iemand die leeft van ons. Het is gewoon een parasiet. En parasieten zijn nodig? Nee, ik dacht het niet. We moeten ze Nederland uitdonderen, gewoon. Per direct. Morgen beginnen. Begin maar een of andere actie op daar in Den Haag. Pak maar gewoon je lokale gemeenteambtenaar. Sleur hem over de toonbank en zeg van, geloof jij dat de paus onfeilbaar is? En als hij zegt ja, dan krijgt hij gewoon een klap voor zijn bek. En je draait je om en alles is opgenomen met een iPad. En dan wel alsjeblieft, als je zoiets gaat doen en je hebt een vriend bij je, of een stuk of twee, met een iPad of een iPhone of whatever. Als je dat filmt, doe het landscape. Horizontaal op zijn Nederlands. Niet die rechtop filmpjes, want dat ziet er niet uit op je laptop die ook horizontaal is. Gewoon ja. Een klap voor zijn bek en schop hem onder zijn kont. Viesbeuk! Godslasteraar! Moet ik duidelijker overkomen, want er moet actie komen, mensen, tegen deze bullcrap. Dit is wel bullcrap van 20 jaar geleden. En na zijn verschijnen, dat hij heen ging. En dat is jammer. Want dan kan ik hem niet meer ondervragen. Dan kan ik hem niet meer inquisiteren. Inquisitioneren. Ondervragen. Maar er moet wel wat gebeuren. Today is the best image. Whenever there's a loss of spirit, a loss of religion, a loss of morals and ethics, there always is an accompanying Satanist reaction. Always. Is that cleared up, Blaine? Yeah, sort of. Okay, well, thank you for calling. Okay, Malachy, we got 1 minute before we go to a break, but sure. This site kind of dovetails into our discussion last week. Yes. The influence of satanic practices, I suppose, yes. With certain factions of political, crossing over political sure. lines. Sure, sure. What do you think about the? And save this answer for the after we come back from the sure. break. But what do you think about the connection between so-called maybe New Age thoughts and practices that we see so much of today? And some of this. And that's a very important question, Michael. Okay. When we went to break, we were talking about the New Age movement, how does all this stuff crosses over? Well, in very simple language, Michael, in very simple language, and it requires a lot of explanation after that, here's the way it works. Dit vind ik ook gek. We are going for a break, maar er wordt niet gebroken. In this world of man, this cosmos, there are just two main forces, God and evil. Dat is niet waar. Er is op deze wereld, in het leven, voor jou en voor mij, er is maar één kracht. En die heet empathie. Die heet gevoel hebben voor je medemens. En dat is belangrijker
dan de mooie kleren of de mooie gebouwen of je Maserati of whatever. Er is maar één kracht. Je wordt er niet rijk van. Dat heeft hij dus ook in de gaten gehad. Die vader laat me niet lachen, Martin. Dat is de enige. En de duivel, dat is de antichrist. Dus je hebt Christus Jezus, die voor onze zonde gestorven is aan het kruis. Ja, denk er even over na. Het is niet van belang dat het een opgetekend historisch event was. Gebeurtenis, sorry. Dat telt niet eens mee. Het gaat erom dat het waar is. Daar komt het op neer. En deze viespeuk, hij is een katholiek. Ja, hij beschouwt ook dat die priesters, die dus die kleine kindjes hebben gejoptopt. Er is ook zo'n lied van gemaakt, hè? Stop je leuter in een kleuter en haal hem heen en weer. Gaat zo'n kleintje schreeuwen, dan genoet je des te meer. Dat is niet helemaal goed. Even twee. Stop je leuter in een kleuter en haal hem heen en weer. En gaat zo'n kleintje schreeuwen, dan geniet je des te meer. Dat is satanisme. En hij vindt dat helemaal niet erg. Ach, dat gebeurt af en toe. Dan worden ze een kind geneukt en who cares? Personified in Satan. En Lucifer. Gaat hij weer, hè? Satan en Lucifer. Hij is dood. Kut. Ik had die kerel hier in mijn woning willen hebben. Met zijn handen achter zijn rug gebonden met een tie wrap. En zijn voeten ook. En dan een camera erop. En dan ga ik hem vragen wat het verschil is tussen Satan en Lucifer. Eikel! Er is maar één ding, lieve mensen. Het is begonnen in het oosten met de I Ching. Daarna Confucius en Lao Tse. Toen kreeg je Boeddha. Ben ik er eentje vergeten? Ik dacht het niet. En toen kwam Christus Jezus. En die had er geen moeite mee om aan het kruis genageld te worden. Ja, hij heeft er moeite mee als de stropdas omhoog getrokken wordt en dan mag die opgehangen worden. Het heet een kravat trouwens. Van Kroatië. Een totaal katholiek. Iemand met een stropdas is katholiek en die moet je gelijk ophangen. Je moet gelijk zijn stropdas beetpakken en dan door een of andere machine, want zo'n vent weegt, wat weegt zo'n kerel? 70 kilo, 80 kilo, die kan jij niet optillen. Maar je hebt een of andere machine, touwtje eromheen, hoppakee, tillen. Die was satire. Want je kan hem niet meer vermoorden, want hij is al dood. Helaas! And finally, since everything is being globalized today, evil itself is globalized. And what before was practiced by small communities and small sections of communities, small little groups, covens as we used to call them, is now becoming the way of life and the way of thought of whole populations, according as their morals and ethics are completely degraded and reduced to materialistic terms and hedonistic aims, and totally this world view of things. And that is the reign of evil, and it is directly in contravention to the reign willed by God, who is the sovereign creator and master of all things. Precies. Dus het hedonisme en het materialisme. Hedonisme betekent leef alsof het je laatste dag is. Ook zo'n mooi Nederlands liedje van leef. Alsof het de laatste dag is, leef. Hedonisme. Ja. En waar komt dat vandaan? Komt dat vandaan van het feit dat hij beschouwt dat
die rijkdom van de katholieke kerk, dat doet er niet toe. Dat is geld en dat geven we zo dadelijk aan de mensen terug. Behalve natuurlijk dat we geld gaan geven als een van onze medewerkers een klein kind heeft geneukt. Ja, daar geven we niks voor. Daar geven we ook niks om. Zo zijn die katholieken. Iedereen die ooit katholiek is geweest, die moet per nu op mijn decreet, mijn pauselijke decreet, mijn onfeilbare bul, morgen uit laten schrijven en bewijs vragen. En 1000 euro vergoeding eisen voor de leugens die ze verteld hebben. En de wederkomst van Christus Jezus, want hij komt terug. Dat beloof ik jou. Ik heb het net gezegd, hoe het in elkaar zit. De I Ching, Confucius en Lao Tse en Boeddha. En toen kwam Christus Jezus en nu is het afgelopen. En als er dan een Armageddon moet komen, en dat staat in de Bijbel, ja, het is jammer dat ik hem niet mag doodschieten. En dat bedoel ik satirisch, dat bedoel ik overdrachtelijk. Heb ik net goed uitgelegd, toch? Het moet afgelopen zijn met die idioterie. En wij mensen moeten gaan beginnen met gewoon te leven en voor onze kinderen zorgen. En een 2,1 kind per vrouw. En als je dat moeilijk rekenen vindt, nou, dan pak je maar je rekenmachine erbij. Desnoods een programmeerbare. Maar het moet een keer beginnen, mensen. Ik weet ook zo 1, 2, 3 niet hoe je ze eruit moet rammen, maar dat is mijn probleem niet. So that's the situation today. The evil is, no doubt about it, more organized, more globalized, and it comes out in the new age, which is the deification of man and the creation of man's habitat as the only aim worth having, whereas this is not God's aim in this life for human beings. And of course, as you've mentioned in the Keys of This Blood, the aim of, say, Marxism is a dialectic materialism. Sure. Ja. In de kroeg wordt vaak gezegd Jezus Christus. Mensen zeggen dat in een uiting van emotionaliteit. Ik had het erover met mijn vriend uit Leuven. Dat ik dat op prijs stel. En hij is het daar niet mee eens, of niet direct mee eens. Ik legde hem uit dat het uitspreken van die naam alleen al voldoende is als klein stapje. Hier begint meneer, vader, laat me niet lachen, Martin, ik ben dyslectische, over Marx. Voor de zoveelste keer, dat is de derde keer. En Karl Marx was een piemelino. Ik heb nog een 4 gekregen voor moderne filosofie, dat is dan geschiedenisles. En dan kreeg ik een stuk op het tentamen van Karl Marx. En ik heb dat hele stuk afgesabeld. Ik dacht dat de bedoeling was om aan te tonen dat die man helemaal niks vertelt. Een beetje draaien om de hete brei heen. Beating around the bush. Karl Marx is helemaal niks. Karl Marx was van de katholieke kerk. En dan gaan ze het een beetje over Karl Marx hebben en een beetje kritiek hebben over Marx. Maar dat maakt niet uit, want je hebt het over Karl Marx. En je moet dus weten wat het Marxisme heeft veroorzaakt aan doden.
Hebben ze het daarover? Nee, ik dacht het liever niet. Hebben ze het erover dat de katholieke kerk Karl Marx heeft gefinancierd om de ongelofelijke bagger die hij heeft geschreven over das Kapital? Er moet in ieder geschiedenisboek staan gewoon één regel over Karl Marx. Voor alle jonge kinderen. Karl Marx heeft kutzooi geschreven. Lees dat niet. Tenzij je kennis wil hebben van kutzooi. Punt. Zo is het. Een overtuiging waarbij doden vallen. Er is geen lekkere overtuiging. Ik eet wel eens kippenvlees die aan de rand is van de dinges. En dat is tot daaraan toe. Maar Das Kapital van Karl Marx is giftig. Vooral als je denkt dat dat te geloven is. En zij hebben het erover zonder stil te staan bij de giftigheid van zijn leer van Karl Marx. And it was a chapter. It's now a past chapter in the history of man. Marxism as such is a closed chapter. Marxism as such is a closed chapter. Oh, alle doden die het Marxisme van de katholieke kerk heeft veroorzaakt, laten we gewoon zitten. We maken het uit. Gewoon onisoir qui mal y pense. 1989-1990 with the collapse of the USSR. And we've passed into another phase. Leninism is still alive. There's no doubt about that. And it's a threat. And it's going to be one of the causes of headaches for American planners in the next 10 or 20 years, if we have 10 or 20 years to go in this matter of a geopolitical spiraling, because now we're approaching the point of clash between Russia, China, and the United States. Nobody else counts except those three. Neither Islam nor Catholicism nor Judaism counts. It's just those three powers. And Leninism is now is still there. But what is still strong is that which animated Leninism and Marxism, namely total materialism. The totally materialistic interpretation of human life. Precies. Als je een katholieke kerk binnenkomt, een beetje fatsoenlijker, heb je eerst links een Mariakapel. En ik heb een kerk, een katholieke kerk, hier dichtbij. En daar kan je dan kaarsjes branden. En dan moet je geld in het bakje gooien. En die kaarsjes, die kosten de katholieke kerk helemaal niks. Hè? Dat is 0,1 cent per kaarsje. En iedereen gooit daar een euro in. Je kan ook een casino beginnen. Verdien je ook geld aan. Hè? Maar de katholieke kerk is veel slimmer. I'm kind of curious, the one thing that I see, you know, as you know, this program deals with the paranormal and UFOs and that type of thing. Yes. I'm kind of curious how you would maybe assess the situation as far as the interest in, just like I said here, the July 8th copy of Newsweek, the front cover, yes, that Americans are really hooked on the paranormal. What is the... Amerikanen zijn verslaafd aan het paranormale? Nou, de Amerikanen die ik dan beluister, helemaal niet. Die Amerikanen die ik beluister, dat zijn bouwvakkers. Sommigen zijn priesters, maar die leven helemaal van niks. Het paranormale is dat je de werkelijkheid ziet zoals die is. En een beetje voodoo, bla 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 bla, zoals de katholieke kerk altijd doet, maar die rare diensten. Ik heb nog zo'n mooi filmpje staan. Ik weet niet of ik dat kan. Nou, dat doe ik nou niet. Dat doe ik de volgende keer. Maar dat zijn paranormalen. Dat betekent niet normaal. Je hebt ortho, meta en para.
Dat is in ieder geval niet normaal. Het zijn gewoon gekke lui. Catalyst, or what is the dynamic here? But then the dynamic is this, Michael, and we have to be terribly honest with ourselves in this matter. I don't care who they are, who he is or she is, but everyone today, if they really sit down, let their hair down, and peel grapes on this subject, we all know that deep in our bellies, we sense we're in transition. Something is changing vastly in our human scene. Wat is er dan? Hij zei net, er is iets in ons dat is snel aan het veranderen. Wat dan? Je kan wel zeggen, ik zie een gevaar. En dan zeggen mensen, oh ja, wat dan? Dan zeg je, nou, iets. Wat dan? Materialisme, oké, schiet al die kerken kapot, haal die beelden omlaag en laat het graf van Malachi Martin maar gewoon die steen eraf en in stukken hakken en dan maken we daar een wandelpad van waar kleine kinderen over kunnen wandelen op zondagochtend. Met mooie kleine steentjes. Het is zijn lot wat hij over zichzelf heeft uitgeroepen. Had hij maar beter moeten nadenken dat in deze tijd dat iemand als ik internet heb en dat ik die bullcrap kan aanhoren. Ja, dat is zijn pech, niet de mijne. We don't know what it is exactly. Well, I think that's very true too. Something is changing. Life is no longer a continuum. We don't know the past very well. We are afraid of the future. Oh. We don't know the past very well. Ja, en hoe komt dat? Wie is ervoor verantwoordelijk dat de bibliotheek van Alexandrië afgebrand werd? Wie is ervoor verantwoordelijk dat in de bibliotheek waarin ik kwam, was mijn dochter net geboren, dat langzamerhand alle boeken die ik nog leuk te lezen vond, weggehaald werden, want die werden niet vaak genoeg uitgeleend. Dat moet een bibliotheek toch hebben? Een bibliotheek moet toch boeken hebben die dan de hele dag worden uitgeleend en iedereen vraagt, mag ik dat boek? En dat je zegt, oh nee, het is uitgeleend. En daarnaast heb je boeken en die leent helemaal niemand. Die hebben ze allemaal weggehaald. En wat stond er in die boeken? Iets van de waarheid misschien. En dat je met je tengels van andere mensen af moet blijven. Met name van vrouwen en kinderen. And the present is confusing. And de toekomst is verwarrend. Helemaal niet, meneer laat me niet lachen, Martin. De toekomst is heel duidelijk. Wij die door zijn organisatie beschouwd worden als dombo's, als slaven, als poepopruimers, zodat ze de wijven kunnen wippen. Wij gaan er wat aan doen. En dat wordt de verandering. De verandering wordt dat wij gaan beseffen dat als we er niks aan doen, dan gaan ze gewoon door. En dan bouwen ze nog een kerk. Of een EU-gebouw. En een jezuïet met Erik Rompuy de Tweede. En dan krijgen we nog meer van die bullcrap over ons heen. Because we're in change, we know that. And we don't know what's going to happen. And we are afraid. And then overshadowing that. Hij zegt, wij zijn bang. Ik ben helemaal niet bang. Laat ze maar langskomen. De vorige keer dat ik gearresteerd werd. Ik ben trouwens maar één keer gearresteerd. Dus de keer dat ik gearresteerd werd. Toen vielen de computers uit. En de pinautomaten ook. Ik kon niet eens de aflaat betalen. Indulgency heet dat. Want ik had iets stouts gezegd tegen een beveiligingsmedewerker op Schiphol. Nou, en dat mag niet en dat kost je dan €800. Maar ik kon niet pinnen.
Dat was me goed ook, want had ik dat gedaan, dan had ik een strafblad gehad. Echt door de heren weggesleerd of gesleurd voor de poorten van de hel. The various myths that we've had in the past, as well as a few more that are just belonging to the future and are going to frighten us and cause us a lot of nightmares. But I think that's the dynamic is this. It's this uncertainty. We have, it's not merely economic uncertainty, it's political uncertainty. It's the uncertainty of morals, the uncertainty about marriage, the uncertainty about heterosexuality and homosexuality, the uncertainty about disease. De onzekerheid over heteroseksualiteit en sodomie. Daar ben ik helemaal niet onzeker over. Ik laat geen enkele man, dus iemand met een penis, zijn penis in mijn anus stoppen. En ook stop ik mijn penis niet in zijn anus. Ik ben er ook helemaal niet onzeker over. Daar ben ik gewoon heel zeker over. Ik doe helemaal niet aan seks. Ik heb alleen maar... Ja, een beetje recreatief en met het doel van kinderen ook tussendoor een beetje oefenen. Dat is het. En voor de rest moet je 's morgens opstaan en naar je werk gaan en je laat je vrouw achter in jouw huis met jouw kind of kinderen. En je moet een vrouw hebben die voor het huis zorgt. En ik wil niet, want die kerk is een vrouw. Hè? Hij wil dat zijn organisatie onze gezinnen overneemt. Ja. Ik ben niet onzeker daarover. En als hij wil dat ik om moet gaan met mannen die dat wel hebben laten doen. Daar hoeft hij ook niet onzeker over te zijn. Een van mijn favoriete barkeepers hier in Arnhem, die heeft dat gedaan. Die komt er ook eerlijk voor uit, dat hij straal genoeg heeft van al die wijven. En dan maar hoppetje pop met mannen. Het andere verhaal. These. There's a great uncertainty. With all our science, with all the perfection of our methods, we are now more uncertain about basic things than we ever were before. Is that why you see maybe perhaps a movement toward us? Because the institutions that we see today have essentially failed in some way? They have failed. They are bankrupt. There's no doubt about they are bankrupt. And het Vaticaan is helemaal niet bankroet. Het Vaticaan heeft via hun bankorganisatie een schuldverklaring in bezit van alle landen. Zo'n mooi verhaal op het internet van 90% van onze weelde, onze mijnrechten, landingsrechten, havenrechten, zeg het maar, is in de handen van een paar procent. Ja, en wie zijn dat? Ja, deze man die je nu in beeld ziet. Zijn organisatie. En die gaat lopen vertellen, bla bla bla. I'm a Roman Catholic priest. I'm a very faithful one. In fact, I'm a fuddy-duddy Catholic priest, really. But I know that the organization of the church, the organization, not the church itself, but the organization itself is a Potemkin village. It's a facade. It's dead. What is an organization, it's dead. Uh-huh. And if I can say that about the Protestant churches, every one of them. I can say it about Mormonism. It's dead, too. It's merely an organization turning over. And Islam is a different thing completely, and Judaism is a different thing completely, and they haven't got a ghost of a chance of running the world of this civilization. What's that leave? I mean, that leaves us high and dry, facing an uncertain ocean lapping on the shores of our land, and gives us this horrible feeling that no matter what we do, we're just on a treadmill, and that things are changing so quickly and so vastly that we are uncertain about the future, about our own selves, about
about our bodies and about our minds and about our souls and about our children, about our families, about our economics, about our money, about everything. We have great doubts. Unless we drown our sorrows in drink or wine and women and song, or with foolish ideas of making $1 million every day, which will, for a while, satisfy. And there's something deeper. And then suddenly, well, you find that when you've bought all you want to buy, you find suddenly that you want to buy something else. And that can come with money, but then it's usually Satanist. It's some Satanist satisfaction in your soul. Okay, dus hier zegt hij het zelf. Als je geld vergaart, dan ben je een satanist. Goed luisteren naar deze leugenaar. Tin God. Okay, let's take a call. Jim is calling in from our affiliate KIDO in Caldwell, Idaho. Good evening, Jim. Good evening, gentlemen. What's your question for my guest? Well, I'd kind of like to know what you think of the Salem witch hunts and if there's any correlation in that and the evil you've been talking about. Is that the ultimate exorcism? Well, from what we know of the Salem witch hunt and the Salem trials, there was a lot of injustice committed there. It wasn't done with any ecclesiastical regularity at all or with any theological perception. Was that something that was maybe based in fear? It was based on fear to a large extent and ignorance. Now, there may have been Satanist activity amongst those women. There may have been. We don't know. It's very hard to know. Okay, well, hold that thought. When we come back, we'll go into this thing that we talked about earlier. We didn't talk about it on the air, but we talked about it off air. Yes. About perhaps a prediction, something that might be coming in the next few months. Okay, returning is Malachi Martin, I'm sorry. I keep pronouncing that incorrectly. No. Yeah. Hij zei ook die naam incorrect, want hij zei Malachi Martin. En de juiste naam is Vader Laat Niet Lachen, Martin. Dat laatste stukje, ik maak het helemaal af. Dan maak ik nog uitzending nummer 4. En voordat ik daaraan begin, zeg ik tegen jullie, schattenbouten, op zijn hamburgers. Tjus! En dag lieverds.